Het eerste wat ik dacht was, hoe moet het met mijn vrouw en kinderen? Zonder mij. Aan de Willy Broderslaan in Eersel, niet ver van Eindhoven, zit Grieks restaurant Athene. Het is de avond van 14 augustus vorig jaar. De eigenaar woont met zijn vrouw en twee kinderen in België. Maar soms, als het erg druk is, blijft hij overnachten in een klein appartement boven het restaurant. Zo ook deze nacht. Die avond heeft hij vrienden op bezoek gehad. Rond 12 uur 's nachts zit de avond er echt op. De vrienden gaan naar huis. Om 12:30 heb ik de vrienden uitgelaten. Dus toen heb ik ze via de voordeur zijn ze naar buiten gegaan. En daarna heb ik de voordeur afgesloten en ben ik naar boven gekomen. De eigenaar ligt nog maar net als hij wakker schrikt. Ik hoorde een harde knal. Ik liep om de tafel heen naar de deur toe. Ja, en toen zag ik opeens drie schaduwen op me afkomen en eentje met een vuurwapen de voorste. Waar is het geld? Daar. Waar is de kluis? Dat heb ik niet. Waar is de kluis? De hele tijd, waar is de kluis? Nou, dan heb ik ze meermalen gezegd van, er is geen kluis. Ze geloven de man niet en blijven zoeken. Maar een kluis is er niet. Lekker blijven! Op een bepaald moment zei hij dat ik stil moest liggen en niet moest kijken. En toen liet hij mij eigenlijk langzaam los. Als de overvallers buiten een fluitje horen, laten ze de man achter en rijden met flinke snelheid door de Willy Broderslaan in Eersel richting de Nieuwstraat. Ze droegen donkere kleding, bivakmutsen waren ongeveer 1,85 lang en ze spraken goed Nederlands, maar wel met een vermoedelijk Marokkaans accent. Hoe ze binnen zijn gekomen is niet duidelijk. Wij hebben in ieder geval geen braaksporen gevonden. En of ze dus zelf een sleutel hadden of zich hebben laten insluiten om later de deur voor een ander open te doen, het blijft gissen. Toen er buiten gefloten werd, gingen de daders er weer vandoor. Dus waarschijnlijk heeft er iemand in een vluchtauto naast het pand zitten wachten. Wie zegt dat iets? Want dat willen we heel graag weten. Een getuige heeft overigens die nacht door Eersel een witte Volkswagen Golf GTI heel snel zien rijden. Een witte Golf reed die nacht rond 2 uur met flinke snelheid vanaf het parkeerterrein voor het restaurant de Kerkstraat in en ging meteen weer linksaf de Willy Broderslaan op. De GTI bleek in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus gestolen uit de uitvang in Bergijk, vlakbij Eersel. Met toen nog het originele kenteken erop. 3 maanden later, op 15 november, wordt de Golf teruggevonden in Budel. Toen met valse kentekenplaten. Gestolen vanaf een andere witte Golf in Eindhoven. Ze hebben dus waarschijnlijk zo'n 3 maanden rondgereden met een witte Golf GTI, zoals op deze foto, met een van deze kentekens. Vooral in de directe omgeving van Eindhoven. Kenners weten natuurlijk al lang dat het kenteken 17PSXL uit 2003-2004 niet thuis hoort op een Golf uit 2009. Dus wie is dat opgevallen? Laat het ons meteen weten. Van de rechtmatige eigenaar van de Golf is ook een motor gestolen, misschien wel door de overvallers. Het is een Suzuki GSX R750 met het kenteken MRTS22. Wie weet wie die motor nu in gebruik heeft of misschien wordt die wel ergens te koop aangeboden. Laat het ons weten. Ter herinnering, die avond speelde het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Portugal. Elke tip over de daders, de witte Golf GTI, en vooral over wie er in die periode van 11 augustus tot 15 november in heeft gereden, is welkom. Zegt die Suzuki motor u iets? Bel de tiplijn 0800 6070. Ook vertrouwelijk praten met de politie kan. Bel dan het team Nationale Criminele Inlichtingen via 079 345 8999.